Goedemiddag. U kijkt naar het weerbericht van 13 juni opgenomen door Weerplaza. Veel bewolking momenteel in Nederland. Zo af en toe breekt de zon door en er vallen diverse buien. En het weerbeeld dat is erg onstabiel en dat heeft alles te maken met een uitgestrekt lage drukgebied. Een kern ligt boven het Verenigd Koninkrijk, maar strekt zich geleidelijk aan steeds meer uit boven het westen van Europa. En dat betekent zeer wisselvallig weer in Europa. Diverse buien vallen er. Dat is eigenlijk al de hele dag aan de gang en dat gaat voorlopig ook nog wel even door. Op de radar kunnen we dat ook mooi zien. Het zijn af en toe stevige buien en er wordt dan ook vaak onweer gerapporteerd. Vanavond en vannacht neemt de buienactiviteit tijdelijk wat af, maar helemaal droog wordt het niet. Een enkele bui blijft wel degelijk mogelijk. Vanavond zijn er wat opklaringen, maar vallen er ook nog een paar buien. De temperatuur die ligt dan tussen de 16 en de 17 graden en er staat een meest matige wind uit het westen of zuidwesten. Vannacht is het dan op veel plaatsen droog, zijn er wat opklaringen en lokaal kan ook nog een enkele misbank tot ontwikkeling komen. Later in de nacht neemt wel de kans op een enkele bui weer toe. De wind is zuidwestelijk zwak tot matig en neemt morgen overdag iets toe. Die wordt dan overwegend matig, later langs de kust misschien eventjes vrij krachtig. En dat is dan met name langs de Zeeuwse kust. Temperatuur loopt morgen op naar zo'n 18 tot 20 graden en ook morgen vallen er diverse buien, maar waarschijnlijk wel wat minder dan vandaag. Ook is de kans op onweer wat kleiner, alleen in het noorden van het land, het noordoosten, daar is de kans op een klap onweer nog steeds aanwezig. Vanaf woensdag neemt de buienactiviteit wel weer sterk toe en kunnen er pittige buien vallen. Mogelijk ook met onweerhagel en lokaal kan er ook flink wat water vallen. De temperatuur ligt in de middag tussen de 18 en de 20 graden. Dat geldt eigenlijk ook voor de donderdag en de vrijdag verandert dus weinig in het weerbeeld de rest van de week. Pas in het weekeinde wordt het weerbeeld wat rustiger en wat droger. Maar er is nog steeds veel bewolking en de temperatuur die gaat zelfs iets dalen. Die komt uit zo tussen de 16 en de 18 graden. Na het weekeinde gaat de temperatuur wel weer omhoog en ziet het er vrij rustig uit. Met flinke zonnige perioden in de loop van de week. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.